Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Primark shoplog voor jullie. Ik ben vorige maand een keer naar de Primark geweest en daar heb ik weer wat leuke dingen gekocht. Ik heb ook één product gekocht die niet bij de Primark vandaan komt. Dus ja, ik ga in deze video jullie gewoon laten zien welke producten ik dus bij de Primark heb gekocht. Dus ja, mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen... Kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen zoals altijd gewoon in beeld neerzetten, zodat je gelijk weet wat iets heeft gekost. Ik zal even beginnen met het product wat niet bij de Primark vandaan komt. Want dat product komt bij de Van Haren vandaan. Want ik heb daar een stel laarzen gekocht. Ik wilde heel graag een paar laarzen hebben die dus... eigenlijk niet overknee waren. Want ik heb nu vooral overknee laarzen. En dat is hartstikke leuk. Maar het zit niet altijd eventjes handig. Omdat het bij mij heel snel afzakt. Omdat ik eigenlijk gewoon te dunne benen heb. Dus ik wilde heel graag een paar laarzen. Die gewoon eigenlijk net onder je knie blijven staan. En die vond ik bij Van Haren. Ik moet wel zeggen dat ik het lastig vind om... dit soort laarzen nog echt in de winkel te vinden. Want je merkt wel dat het echt gewoon... wat moeilijker is. Maar goed, ik heb er een paar gevonden. En dat zijn deze laarzen. Het zijn suède laarzen met een flinke hak. En ze hebben een ronde neus. Ik zal uiteraard straks even laten zien hoe ze staan. Ze hebben gewoon een volledige rits. En ja, ik vond deze wel super leuk. Ze liepen ook heel lekker. Ik heb er alleen in de winkel opgelopen. Want ik heb het echt nog laten staan totdat ik deze video zou opnemen. Maar dat zijn dus deze. En die zul je dus straks even zien hoe ze staan. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat ik toch een paar laarzen heb kunnen vinden die een beetje aan mijn smaak voldeden. Zo zien de laarzen er dan uit als ik ze aan heb. Zoals je kan zien, ze sluiten aan de bovenkant niet heel erg goed aan bij mijn benen. Maar ik vind het zelf geen erger punt. Ja, ik vind ze zelf heel leuk staan. Vooral met een broek, maar zeker ook onder een jurkje of rokje. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel... heel erg blij mee. Zoals ik al eerder zei, ze lopen heel erg lekker. En ik ga hier heel veel plezier van hebben deze winter. Dan gaan we door naar de Primark. Het zijn niet heel veel spullen hoor, maar ik heb echt wel wat leuke aankopen gedaan, vind ik zelf. Ik begin allereerst even met weer zo'n broekje. Je hebt deze in een van mijn vorige shoplogs ook voorbij kunnen zien komen van de Primark. En ja, ik vind deze gewoon heel erg handig voor onder een rokje of jurkje. Gewoon over je maillot heen bijvoorbeeld. Maar kan natuurlijk in de zomer ook. Dan is het gewoon super handig. Volgens mij zijn het oorspronkelijk fietsbroekjes. Ik heb deze in een maatje S. Ik had een zwarte en ik dacht, nou, ik vind een grijze ook nog wel handig om erbij te hebben. Dus die heb ik allereerst weer meegenomen. Want die zwarte heb ik al best wel veel plezier van. Ja, het broekje zit eigenlijk ook gewoon heel netjes. Hij kan vrij hoog opgetrokken worden nog. Maar ja, het gaat er gewoon natuurlijk om dat hij vooral netjes valt op je benen. Hij heeft een mooie lengte, dus een rokje zou hem zeker goed bedekken en een jurkje. Dan heb ik hier een zomeritempje. En deze was heel erg afgeprijsd. Kijk, het is een geel leuk... Ja, dingetje. Hij was normaal 13 euro. Maar de prijs die je dus in beeld ziet staan, dat heb ik ervoor betaald. Het is wel een kreukeldingetje, maar ik vond hem heel erg leuk. Ja, ik was er natuurlijk in oktober. Dus eigenlijk zou je denken, de zomerdingen zijn een beetje voorbij. Maar ik vind hem zelf heel erg leuk. Leuk kleurtje. Ja, ik word er wel heel erg blij van. Dus ja, ik vind deze ook echt wel... super leuk. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe het staat. Want ik heb het ook nog niet gepast. Dat is misschien een beetje raar. Maar ik weet niet of je eigenlijk al wel weer kon passen bij Primark. Ja, en ik had zoiets van, nou, het hoeft ook niet. Als ik mijn standaard maat koop, meestal zit het dan wel goed. Dus die heb ik in ieder geval ook. En die kan is dan weer leuk voor van de zomer. Daar heb je nu natuurlijk helemaal niks aan. Maar oké, van de zomer is het weer hartstikke leuk. Zo ziet het gele shirtje er dan uit. Je kunt hem ook off-shoulder dragen of gewoon op de schouders. Maar dan valt hij net iets lager. Op de rug valt hij ook wat lager. Maar ik vind de mouwtjes wel heel leuk. Hij valt ook netjes over een broek, vind ik zelf. Ja, ik vind hem wel heel leuk staan. Ook vooral een beetje met het geplooide vooraan.
Dan heb ik een haarhanddoekje gekocht. En deze die heb ik altijd heel vaak. Gebruik ik elke dag zo'n haarhanddoekje. Ik heb natuurlijk vrij lang haar. En ik vind het handig om het dan in een soort tulband te draaien. Je ziet hier een heel klein plaatje. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Maar zo ziet het er dan dus uit. En ja, paarse had ik nog niet. Dus ik vond die wel heel erg leuk. Dus die kan mooi weer in de douche bij de andere haarhanddoekjes. Ja, ze gaan best wel snel dat je ze in de was moet doen. Deze is van microfiber. Ja, het is eigenlijk gewoon wel. Het voelt wel een beetje als badstof. Maar sommige die hebben een iets andere structuur. Ik heb er bijvoorbeeld een paar van de Kruidvat. Die voelen echt heel lekker qua stof. Maar deze weet ik nog niet. Ik kan wel eventjes kijken. Krijg ik dat open? Nee, ik krijg hem nu niet open. Want hij zit nog vast. En ik heb zo even geen schaar bij de hand. Maar hier vond ik wel leuke kleurtjes. Die heb ik ook mooi meegenomen. Dan heb ik een shirtje en dat is deze. Ik heb deze ook in een maatje S gekocht en dat is dit blauwachtige shirtje. Ik denk dat hij op de camera goed overkomt. En deze heeft een heel leuk randje zo aan het nekje. Dat vond ik wel heel erg leuk. En bij de mouwtjes heeft hij dat ook. Ik vond dat echt gewoon heel erg schattig. Ja, blauw heb ik eigenlijk niet zoveel. En ik dacht, dit is wel gewoon zo'n lekker tussendoor shirtje ook wel. Ik denk dat het een soort turtlenekje is. Maar dat gaan we natuurlijk zien bij de aanbeelden. Maar ik vond deze wel super leuk eruit zien. Dus die heb ik ook meegenomen. Ja, dit shirtje vind ik echt super leuk. De maat is echt heel goed. Hij zit zelf nog een beetje aan de grote kant voor een S'je. Maar ja, ik vind het echt heel erg leuk vallen. Ook gewoon netjes bovenaan. Het kraagje draait wel ietsjes naar beneden. Dus die zou je zelf een beetje omhoog kunnen zetten. Maar ja, ik vind hem eigenlijk gewoon super leuk. De kleur vind ik ook heel erg leuk. Ik vind ook echt die randjes langs de mouwen super leuk. Dus ja, ik vind het een heel leuk shirt. Dan heb ik nog een artikel wat in de sale was. En dat is een lip contour setje. Deze zit ook in een doosje. Kijk, je kunt hem zo afsluiten. Want je kunt hem er zo uithalen. En dan kun je dat doosje dicht doen. Hier zitten twee liquid matte lipstickjes in en een lipliner. De lipliner neigt wel meer naar deze kleur dan naar die, want deze is lichter. Maar ik was wel benieuwd en wat hij nu zo goedkoop was, dacht ik, nou, dan vind ik het wel leuk om die een keertje mee te nemen. Ik heb al wel lipsticks van de Primark, die vind ik op zich hartstikke fijn, maar zo'n liquid lipstick had ik nog niet geprobeerd. Alleen de lichte setjes waren in de uitverkoop, de andere die waren allemaal gewoon een normale prijs. En ik dacht, nou, voor het prijsje wat ik er nu voor heb betaald, vind ik het wel leuk om hem mee te nemen. En het is ook gewoon leuk dat je hem zo dicht kan doen. Daardoor zou het ook weer heel erg leuk kunnen zijn om zoiets cadeau te geven, maar die vond ik wel hartstikke leuk ook. Dan heb ik ook sokken gekocht. En die vind ik altijd heel fijn bij de Primark. En ik heb, ja, het zijn trainer socks. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Ik heb hier een paar van 101 Dalmatiërs. En die zien er zo uit. Ja, ik vind dat toch leuk. Ik zeg altijd, Disney is tijdloos. Hebben jullie dat ook? Vinden jullie dat als je op oudere leeftijd nog Disney mag dragen? Ik heb dat zelf wel. Maar je hebt dus gewoon heel leuk deze met stipjes met de 101 Dalmatiërs erop. Dan heb je hier twee knuffeltjes die een knuffeltje geven. Ook super leuk. En hier heb je een setje en die hangt op zijn kop. Die staat er in zijn eentje op. Vraag me niet wie het zijn. Ik hou die Dalmatiërs niet door elkaar. Ik kan ze niet scheiden, want ze zien er allemaal hetzelfde uit. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus ja, die. Ik heb ook een paar van de Lion King. Dat zijn deze. Deze, het is, volgens mij is dat alleen, ja, allemaal Simbaatjes. Dat is hartstikke leuk. En hier nog meer kleine Simbaatjes. En dan heb ik nog deze met Simba. Dus hartstikke leuk. Ja, ik vond deze wel leuk. Net wat ik zeg, ik hou heel erg van Disney. En ik heb het liefst gewoon heel veel van die Disney dingen. Ik weet niet. Disney is gewoon echt dat ik denk, ik vind het gewoon leuk. Ik word daar blij van. Dan heb ik een caseje. Caseje? Ja, een case. En dit is voor de AirPods. Ik heb natuurlijk een setje AirPods. En ik heb daar nu een heel handig doosje omheen zitten. En deze kun je er ook omheen doen. Dit is dan een soort leren, nep leer natuurlijk. En er zit, als het goed is, zit er ook nog een ringetje aan. Dus je kunt hem ook nog ergens aanhangen. Zou ik dat zelf niet zo heel snel doen. Maar ja, ik vond deze wel heel erg leuk. Ik heb, ze hadden hem ook, staat hier op het plaatje, dat ze hem ook voor de
AirPods Pro hebben. Die heb ik niet gezien. Maar ja, omdat ik toch gewoon de normale AirPods heb, vond ik deze heel leuk. En ik heb deze ooit eens een keer, had ik bedacht, oh, die wil ik wel eens op AliExpress bestellen. Maar ja, toen kwam AliExpress natuurlijk met het feit met de invoerkosten. Toen heb ik het eigenlijk nooit weer gedaan. En toen kwam ik deze bij Primark tegen, dus die vond ik ook super leuk. Dan ben ik ook gelijk toe aan het laatste item. Het waren niet heel veel producten, maar wel gewoon wat leuke. En dat is een blouseje. Het jammer is alleen, op het hangertje stond dat het maatje S was. En uiteindelijk is het dus maatje 38. Nou, ik denk dat ik hem wel pas, maar dat is deze met maantjes erop. Ik ben de laatste tijd heel erg van de blouses. Ik vind dat leuk. Ik vond deze ook super leuk. Dus heel erg leuk met die maantjes. Dus ja, leuk gewoon wit met een patroontje. Ik vond het wel heel erg leuk. Het is ook wel een heel lekker stofje. Ik zal het even kijken, want het is niet echt een zweetstofje wat ik zo voel. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Ik ga even kijken of ik dat hier kan zien. Oh, er zit ook nog een extra knoopje in. Dat is altijd wel handig. Even kijken hoor. Keep away from fire. Ja, dat is wel handig, ja. Staat er dan ook bij wat erin zit. Kan ik zo niet zien. Nee, je staat alleen bij waar die geproduceerd is. Dat je op 40 graden mag wassen. Oh, het is 100% polyester, zie ik. Nou, op zich is dat wel een beetje zweterig. Maar nou ja, ik vond hem gewoon hartstikke leuk. Dus die heb ik meegenomen. Dus ja, heel erg blij met de aankoop is in ieder geval. Ook heel erg blij dat ik het nu lekker kan gaan dragen. Want ja, ik heb het al een tijdje in huis. En dan ja, wilde ik eerst wachten tot ik de video had opgenomen. Maar nou, ik ben in ieder geval heel blij met deze aankoopjes al. Ik was bang dat het blouseje vrij groot zou zitten. Het valt me eigenlijk reuze mee. Zoals je kan zien heb ik hem in mijn broek gestopt omdat ik hem zo het liefste zou dragen. Hij zit heel fijn. Hij valt ook heel mooi. De mouwen zijn lekker lang. En ik vind dat patroontje gewoon heel erg leuk met die maantjes erop. Hij had een maatje kleiner kunnen zijn. Maar het stoort me niet dat hij iets ruimer zit. Je kunt hem natuurlijk ook over je broek dragen. Dat is net wat je zelf het leukste vindt. Dit was dan ook gelijk de shoplog. Zoals ik al zei, het zijn niet onwijs veel producten. Maar ja, ik vond de dingen die ik heb gevonden wel heel erg leuk. De ene keer kom je dingen tegen die super leuk zijn. De andere keer dingen waarvan je denkt, nou, dat is toch niet zo mijn ding. Deze dingen vond ik in ieder geval super leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij vond van deze producten. Het kan natuurlijk ook totaal je stijl niet zijn. Dat mag. Ja, misschien vond je het ook wel leuk. En ik ben eigenlijk benieuwd of jij de laatste tijd nog wel leuke aankoopjes hebt gedaan bij Primark. Of dat je er misschien helemaal niet komt. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben in ieder geval heel blij met deze aankoopjes. En nu kan ik ze ook lekker gaan dragen. Ja, dit was dan ook gewoon gelijk de video. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop dat rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. En daar staat een rode button. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!